baan 1 voor BVZ, Jill Knight, Tjung Tong. Op baan 2 voor VZC, Bridget Vermeer. Op baan 3 voor PSV, Sterre Hendricks. Op baan 4 voor BVZ, Anne Palmans. Op baan 5 voor De Dinkel, Madeleine Schothans. Op baan 6 voor De Dolfijn, Hanna Karijnen. Op baan 7 voor PSV, Hielke de Beer. Op baan 8 voor Blue Marlins, Lynn Blommers. Dit is de dames 50 meter schoolslag A-finale. En deze A-finale gaat aan de leiding in baan 4 op Anne Palmans. Dat is de 400 eerste gaan eindigen. Haar persoonlijke voortijd is 21:15, 31:37. Tijd om de series neerzetten. Palmans en Schothans dan zij aan zij. Van de Palmans als eerste bij de muur in 31:45. En als tweede Madeleine Schothans in 31:63. De derde tijd is voor Hanna Karijn in 32:26. De tijd is officieel. De nieuwe Nederlands kampioen 50 meter schoolslag dames heet Anne Palmans.